zie geen kinderen meer die gapen. Ik zie geen kinderen die naar mij kijken van ik heb het nog altijd niet begrepen. Ze voelen van oké, ik krijg hier nu een opdracht waar ik uitgedaagd word en wat op mijn niveau is. Dus ik kan tientallen met tientallen optellen en eenheden met eenheden. Hoeveel is het dan? Dit was een schooltje, een wijkschooltje. En ieder jaar waren er minder en minder leerlingen. Een schoolbestuur heeft dan gedacht van oké, misschien moeten we daar een keer iets nieuws brengen, hè, iets hedendaags. We moeten op een andere manier omgaan met onze kinderen. Het zijn niet meer de kinderen van vroeger. Maar ons onderwijs is nog altijd zoals dat van vroeger. En ik kwam in de klaspraktijk heel veel dingen tegen waarvan ik dacht, wat doe ik eigenlijk? Hoe kan ik wel voor ieder kind een juiste of een positieve noot geven aan school? En dan hebben we eens alles op een lijstje gezet van alle evidenties uit het onderwijs. Jaarklassensysteem, brengt dat kinderen bij tot leren? Een afgesloten lokaal, brengt dat kinderen bij tot leren? En dan heb ik toch mijn veilige omgeving achtergelaten om hier in te stappen. En als je dan mensen vindt die dezelfde visie hebben, dan wordt een vonkje wordt een heel mooi vuur. Ah, daar heb je jou vergist, zie je dat? Ja. Het is niet erg, ja. Als we ons vergissen, dat kan, hè. Ze zitten hier 6 jaar in hetzelfde lokaal, met dezelfde leerlingen, met dezelfde leerkrachten. En binnen die 6 jaar proberen we hen een traject aan te bieden op maat. Dus het kan zijn dat wij voor een leerling taal aanbieden van een ander jaar, een jaar hoger of een jaar lager. Maar het blijft zitten met de vriendjes en het blijft zitten met de groep waar het gewoon is. Hè. Ze kunnen leren van elkaar. Een leerling die het al goed door heeft, kan de anderen helpen over de leeftijden heen. 40 gedeeld door 8. We zijn begonnen met het klaslokaal, dus het moest een klaslokaal zijn waar iedereen kon werken en waar iedereen ook een rustig moment vond om te werken. Dan zijn we verder gegaan, we hebben de groepen ingedeeld, 6 per leeftijd. En we staan ook met 2, soms 3 leerkrachten in de klas. We hebben ook geen leerjaren meer. Dat wil dus zeggen dat we meer naar groepen gaan kijken die samen horen. We proberen om dat leerjaar achterwege te laten, zodat we kinderen op hun niveau, op hun kunnen indelen in groepen. En liedjeschrijvers, die schrijven in een bepaalde taal. Die schrijven met noten. Niet zulke noten die je in de supermarkt kan kopen. We kijken er wel op dat we instructietijd geven. En door die instructietijd met kleine groepjes heel kort en bondig te houden, hebben ze heel veel oefentijd. Waar ik vroeger heel veel van de tijd sprak tot mijn kinderen, waar ik heel veel instructie gaf, ben ik nu meer een begeleider geworden. Ze weten iedere dag in een vast termijn wat hen te doen staat. Ze nemen die boeken en ze gaan naar de volgende les. Is het in dit lokaal, is het in een ander lokaal? Ze weten dat. Er is eigenlijk heel veel structuur en we bouwen ook heel veel stille, rustige werkmomenten in. Maar we zijn natuurlijk en vooral in de namiddag op momenten waar heel veel leven is. Hè. Leren is ook een stuk leven. En dan kan het er soms wel heftig aan toegaan. Een mens leert niet door stil aan een tafel te zitten. Je kan dat wel verwerken, maar leren doe je door in interactie te gaan met mensen. Dus kinderen moeten leren om wat zij nodig hebben gaan te zoeken. Hoe gek dat misschien ook klinkt, maar kinderen kunnen heel bewust hun leerproces in handen pakken. Dit is onderwijs waar kinderen sterker in worden. En dat kan ik wel met mijn hart op mijn ziel zeggen van hier worden kinderen sterker. Hier worden kinderen weerbaar en gelukkigere mensen om later hun ding te doen in de wereld. Als ik kinderen van groep 4 hoor vragen, juffrouw, mogen we alstublieft Frans doen? Wat kunnen u beter wensen als leerkracht? Dat kinderen zelf komen vragen om te leren. Dat is toch prachtig?